Hey, hallo, welkom terug kijkers bij een nieuwe aflevering van een, wat was het nou? Sorry, ik heb afgeleid. Dit is een nieuwe Adventure Puzzlemap, deel 3, nee, deel 4 al, van Insanity. Dus, ik heb even wat boompjes gehakt. En dan, als het goed is, moet ik hiermee naar boven. Zo. Dan naar beneden springen. En dan wordt mijn item waarschijnlijk geremoved. Ja. Oké, wat hebben we hier? Dolo. Complete the track. Oké, dus dan moet ik items vinden. Dit is die jongen, waarvoor is dat? Oh, zie ik al. Minecart, stone, minecart, real. Okay. So. I think that it's here also on the Indian bottom, yes. Oh, lol. Okay, the show. I need to hit it. Uh-huh. Wee. Uh-oh. Name. Destination. Left, right, left, then this destination route. Ik schrijf het heel even op. Bij de 4 links, nog een keer 4 links, 1 links, ja jongens, dit is gewoon echt leuk hè. 7 rechts, en 1 rechts, en 5 links, en dan 1 en een beetje. Oké. Dus. Laten we dan even gaan. 4 naar voren. 1, 2, 3, 4. Oh. Is het 1, 2, 3, 4. Dus zo. 1, 2, 3, 4. Dan weer 1, 2, 3, 4. 1. Hier, 4. En zo naar links, dan naar rechts. Sorry, maar. Oké, 4, links. Kan dit wel? Hier naar links. Four, then left. En dat is eentje. En 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ga naar links. 1, 2, 3, 4, 5. Ik snap er niet helemaal van, man.
Volgens mij is dit gewoon een track. When you have Mr. Big, go slow so the lead doesn't break. What? Dat is toch raar. Moet een shot doen, lead. Ik ergens naar boven weer zo. Is dit nou een val of zo? Ja, nee. Oh wow, dit is ook weer gewoon echt een dood op. Ik weet niet meer waar ik ben. We gaan altijd naar het licht. Volgens mij loopt rondjes. Links. 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 Hier is iets. Oké. Dus hier moet ik hem. Geen idee wat ik moet doen. Well, good job completing this map, however, it's not quite over. Why not experience a grand ending? Step onto that teleporter and choose any that you will find. Ga naar de teleporteerder en kies je dood. Nou, dat is leuk. Leuk eindje. Oké, we gaan kiezen. Dramatic Anvil Dead. Dramatic Water Dead. Dramatic Lava Dead. Void. Wat is Void? Ik weet wat lava is, ik weet wat water is, ik weet wat Anvil is. Anvil is, dan vallen de Anvils naar beneden. Water, dan verzuip je waarschijnlijk. Lava, dan word je gewoon geslokt door lava. Void. Laten we voor doen. Ik weet al wat het is. Denk ik. Dan komen alle muren op je af. Oh, zo. Oké. Je valt. Oh, we kunnen ze allemaal doen. Leuk. Lava. En. Oh, wow. Dat is oké. Yeah. Douche, 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 douche. Oh wow, dit is gewoon echt dramatic. Dit is gewoon echt een kamer. Let's kunnen we verder. Alsjeblieft.
Nee! Oh, echt precies. Oh. Nou, water. Laat het verzuipen dan maar. Komt daar het water vandaan? Allebei de kanten. Ja hoor. Oh, dit is zo vies, jongen. Er kan gewoon lucht op, je kan gewoon overleven. Sloop de steen, sloop de steen, snel. Ik kan het. Ja, kom op. Het is bijna kapot. Ja. Serieus, ik had die steen gewoon gebroken. Oké, traumatic anvil. Are you ready? Oh jee. We kunnen hem aanvoeren, toch? We kunnen hem gewoon ontwijken of zo, toch? Oh jee. Laten we hem nog een keer proberen en dan gaan we hem ontwijken. Hoe gaan we dat doen? Oh, wat? Wow, nee, ik kan nog niet dood. Wat? Snel gevallen. Serieus? Komt er nog een naar huis? Wee. En dan zou ik dus waarschijnlijk gewoon eentje gooien. Maar ik ben niet dood gegaan, dus hoe doe ik dat dan? Oh. Nou, oké, jongens, dat was het. Dat was dus Infinity Man. Ik wil dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En kijk de volgende video's. Ook heel leuk. En wauw, we gaan even hier kijken. Behind the scenes. Wat is dit? Dit is gewoon. Dit is een aanbouw. Dus, oké. Okay. Of dit was gewoon een test. Kijken hoe het eruit zou moeten zien of zo. Wat hebben we hier? Oh, dit is de lava map. Oké. En dit is. Dit is die. Wat hebben we daar? Dit is volgens mij die andere. Waar Mr. Piggy moet vinden of zo. Dit is. Nee, dat is deze. Waar zou Mr. Piggy eigenlijk moeten zijn dan? We moeten hem hierop laten zitten. Dat zou niks zijn dan. De tower. Dat zijn eigenlijk niet de tower. Ah, dan ging ik van boven naar beneden. Ik dacht eerst deze moet ik burnen of zo, weet je. Die ding. Maar was dit niet? Furnace. En dit is gewoon een parcours. Die heb ik niet gezien. Ah ja, anders was het dus niet. Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En later, jongens.